Hi, goedenavond. Zoals ik in mijn andere filmpje ook al zei, en misschien komt deze wel eerst en misschien komt die andere eerst, weet ik niet. Zelfde look, zelfde make-up, want ik neem wat meerdere filmpjes op een avond op. Ik heb een pakketje bij Boozy Shop besteld. En eigenlijk omdat ze hele leuke productjes hadden van Catrice. Het is gewoon heel cute. Dit is een blush. In de vorm van een... Je kan het in de kerstboom hangen, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Maar, hè? Erg leuk. Dus die heb ik gekocht. Die gaat geprobeerd worden deze maand. Daar heb ik dan ook een lipstick van. Die blush hadden ze trouwens in 2 kleuren, volgens mij. En deze in 1 kleur. Dus die heb ik maar gewoon genomen. En wat ze ook hadden... En dan... Ja, is die leeg. Kijk. Kijk hiernaar. Kijk je goed naar. Ik hou ervan. Ik hou sowieso van parels. Ik heb er 1 om mijn nek. Ik heb er 1 aan mijn vinger. Ik hou van parels. Dit zijn natuurlijk geen echte. Maar dat maakt niet uit. Dit is prachtig. Het is heel 3D, zeg maar. Kan je zien. Het is vreselijk met opruimen. Maar het is... Dit is een... Zo dan. Een niet open te krijgen. Hallo? Oh, mijn god. Oh. Dit is een gezichtspaletje met 4 oogschaduws en een blush. Moet je kijken hoe leuk. Het zijn wel allemaal glimmende oogschaduws. Maar dat is toch schattig. En bij Boozy Shop hadden ze van dezelfde lijn, denk ik dat het is. Nou, zo, met die parels erop en rond. Ja, dit is een soort andere. Ik had hem andersom. Catrice stond op zijn kop, zeg maar zo. Dit is zeg maar zo'n product. Zoals Huda heeft. Je voelt de pareltjes als je overheen wrijft. En er komt een glow vanaf. Ja, ik vind het heel apart. Ik heb die van Huda nooit gehad. Ik ben op zich ook niet heel erg van de highlighters. Maar ik vond het wel schattig. Dus ik dacht, die gaan we gebruiken. Ik ga ze nog allemaal in die video gebruiken. Maar ik wou het even als een klein shoplogje tussendoor aan jullie laten zien. Even een korte. Ik ga van mijn kopje koffie genieten. Fijne avond, hè. Doei.